Kijk, daar heb je die kabelbaan. En die gaat dus naar boven, naar het château. Dat kun je nou niet meer zien. Grappig. Maar ga ik niet in, hè? Ga ik niet doen. Behalve in die motorgarage kun je hier eigenlijk nergens je motor even lekker dumpen, zeg maar, op stoepie, om even wat te gaan drinken. Dus we rijden gewoon weer terug. Bij Snicky, recht voor je, hebben we elke keer gegeten. Nou, bij de volgende ronde gaan we rechtsaf en dan rijden we België over binnen. Luxemburg uit. Dat was het rondje Luxemburg. Met het druppeltje water op mijn neus nu ineens.